Goedemiddag allemaal. Welkom bij Room for Discussion. Vandaag hebben we de eer om minister van Staat Herman Cenk Willink te mogen verwelkomen. Er zijn weinig mensen in Nederland die de Haagse politiek van zo dichtbij zo lang hebben meegemaakt. Ja, van 1991 tot 1997 was hij voorzitter van de Eerste Kamer. Daarna werd hij vicevoorzitter van de Raad van State en vanaf 2012 was hij minister van Staat. Ja, toen Mark Rutte nog in groep 1 zat en Jesse Klaver nog lang niet geboren was, zat Cenk Willink al aan de formatietafel. Hij was maar liefst 6 keer informateur bij kabinetsformaties. Ja, en vandaag gaan we het hebben over zijn recent verschenen boek, Kan de overheid crisis aan? En over eigenlijk wat er mis is in het systeem en hoe we dat kunnen verbeteren. Ja, ik ben Max en dit is Abel en een hartelijk applaus voor ons collectief geheugen, Herman Cenk Willink. Andersom ging het. Dag. Ja, het zit best wel bouncy. Het zit heerlijk. U zakt een beetje weg. Ja. mogen we u Herman noemen? Of ja, doet u heel graag zelfs. Oké, super. Hoe komt het toch dat wij iedere keer weer bij u uitkomen in Nederland? Nou, dat is volgens mij lichtelijk overdreven. dat is in kabinetsformaties, is dat tot mijn eigen verbazing soms het geval. In 2017 en 2021 ook nog weer. En dat komt, denk ik, omdat toch weinig mensen zoveel kansen hebben gehad als ik om achterin volgende kabinetsformaties eigenlijk van 72, 73 mee te maken. En vanaf 94 een aantal keren 6-7 maal als informateur. En dan ben je dus opgetreden in verschillende situaties met verschillende personen. En daar leer je van. Dus als je het nu over collectief geheugen hebben, dat geldt ook ten aanzien van kabinetsformaties. Dus ik had ook in 2021, dit jaar, dat er situaties waren dat ik dacht, oh ja, nu moet ik even oppassen. Dat doet me denken aan 1994. En één keer zelfs dat ik dacht, dat doet me denken aan 1977. Dat is wel erg en u zei natuurlijk, die personen zijn anders. De situatie is veranderd. Maar een aantal mechanismen en dingen die fout kunnen gaan, die blijven hetzelfde. Maar u zei ook in een radio-interview dat u het ergens ook wel armoede vond, dat u nog een keer werd gevraagd dit jaar. Dat vond ik ook. Niet zozeer uit uit valse bescheidenheid. Nee. Maar omdat je schrikt van het feit dat er dus blijkbaar weinig mensen zijn die dat collectieve geheugen met zich meedragen. En omdat je dan bij jezelf nagaat en bij degene van mijn generatie en daaronder. Dat hebben we dus niet goed gedaan. We hebben dat onvoldoende overgedragen. Zo is een van de redenen omdat ik het leuk vind om bij bijeenkomsten als deze te zijn. Ja, dat vinden we hartstikke fijn. Ja, wat goed dat u er dus bent. We gaan het vooral over uw nieuwe boek hebben. In 2018 schreef u al eerder het boek Groter Denken, Kleiner Doen. Ja. En na 3 jaar heeft u dat weer herschreven, eigenlijk tot het boek Kan de overheid crisis aan? Wat besloot u in 2018, en ook dus nu om het te herschrijven, om dit boek te gaan publiceren? Het feit dat, denk ik, steeds meer mensen het gevoel hebben, er gaan dingen niet goed. Er gaan dingen niet goed in de overheid. Toch ook dan de vraag, waar ligt dat aan? Was het dan vroeger beter? We hebben altijd een neiging, naarmate we ouder worden, te zeggen dat het vroeger beter was, wat absoluut onzin is. Maar wat was er dan vroeger anders? En wat kunnen we eraan doen? Want je kunt op zichzelf wel vinden dat een bepaalde koers niet de goede koers is. Maar dat betekent niet, en daar kan je overeenstemming over hebben, dat heeft overigens heel lang geduurd. Ja. In mijn geval 40 jaar. Maar dat betekent niet dat je dan automatisch ook weet welke koers je wel moet inslaan. Nee, dat is lastig. Ja. Bent u daar een beetje verbitterd over? Want het lijkt niet zo, maar als je 40 jaar al iets roept en niet echt gehoord wordt, lijkt me best wel lastig. Ja, het gekke is dat ik heb altijd geprobeerd na te gaan waarom is het logisch
dat er anders gereageerd wordt dan ik had gehoopt. Omdat ik er heel sterk van overtuigd ben dat het meestal gaat over zaken die rationeel zijn, maar een andere rationaliteit dan waar je zelf van uitgaat. Ja. Waarom zeg ik dat? Omdat in de politiek bijvoorbeeld de neiging is om de ander te overtuigen dat hij volstrekt fout zit. Je kan ook zeggen, misschien is het logisch wat die man of vrouw zegt, en laat ik begrijpen waar dat door komt. Dat is namelijk effectiever om vervolgens tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Ja. Ik herinner me dat, om nu even een anekdote uit de oude doos, een minister-president als Den Uyl in de jaren 70 en daarna nog wel, die wilde altijd overtuigen. Die wilde ook van de noodzaak van het compromis. Ja. Maar dat is iets anders dan onderhandelen en gezamenlijk het compromis bereiken. En als ik iets in informaties heb geleerd, is het ook altijd dat je mensen ruimte moet geven en iets moet gunnen. Zodat het ook een gemeenschappelijk gedragen compromis wordt. Ja. Als we even naar uw boek gaan, dan beschrijft u een verschuiving, die u ziet in de Nederlandse samenleving. En waar we eigenlijk van de verzelde samenleving zijn ontzeld, wat u, de verbindingen zijn verstaatelijk noemt u, en dan vervolgens vermarkt. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nu even terug, heel ver naar in het verleden. We hadden, maar dat weet iedereen uit de geschiedenisboeken, we hadden een verzelde samenleving. Mm-hmm. We hebben altijd het beeld daarvan dat dat een versplinterde samenleving was. En dat is niet zo. Iedereen was georganiseerd in zuilen. Katholiek, protestant, socialistisch, liberaal. Om het nu maar grof aan te duiden. En dat waren homogene groepen met nauwe onderlinge, ook sociale verbanden. Maar ook tussen die zuilen waren er heel veel verbindingen. En tussen de zuilen, en maatschappelijk middenveld zoals dat heette. Dus per zuil werden ook scholen, gezondheidszorg, dingen georganiseerd. En waren er ook verbindingen met die overheid. En binnen die overheid waren er verbindingen tussen centrale overheid en provinciale overheid. Of tussen gemeente en provincie. Er waren allerlei wethouders die tegelijkertijd lid waren van de provinciale staten. Dat hele stelsel, dat kon functioneren door een netwerk van verbindingen. En met die ontzuiling werden die verbindingen doorgeknipt. En dat hebben we ons te weinig gerealiseerd, dat er andere verbindingen voor in de plaats moeten komen. En als je dan ook nog tegelijkertijd gaat vermarkten, dus publieke diensten uitplaatsen, dan betekent dat dat, laten we het voorbeeld wat ik hier ook noem. Toen we nog een PTT hadden. Ja, lang geleden. Kwam er iedere dag op hetzelfde tijdstip dezelfde postbode langs. Met een concurrerend brievenbedrijf zijn dat verschillende postbodes die op verschillende tijdstippen komen. Dat is dus een deel van het sociale netwerk, knip je daarmee door. Ja. Hetzelfde hebben we gehad met de conducteurs op de tram. Die konden wel weg. Maar dat dat ook een sociale controlefunctie had, daar kwamen we pas later achter. Nou, en mijn stelling is dat we veel te weinig hebben gerealiseerd dat er één belangrijk verbinding overblijft. En dat noem ik de democratische rechtsorde. En wat versta ik daaronder? Dat zijn de grondregels van waarmee de overheid met zijn burgers omgaat en de burgers met elkaar omgaan. Dat is iets anders dan de democratische rechtsstaat? Ik ben doelbewust het onderscheid gaan maken tussen de democratische rechtsorde, dus de normatieve context. Okay.
waarbinnen die staat moet functioneren, om te kunnen laten zien dat het functioneren van die staat ook de democratische rechtsorde kan uithollen. Als je de term democratische rechtsstaat, dan wordt dat buitengewoon ingewikkeld uitleggen. En mijn stelling is, het functioneren van... Voor de duidelijkheid is dat dan dat de democratische rechtsstaat echt de regels zijn, en de democratische rechtsorde meer het normatieve concept daaromheen. Ik heb dus onderscheid altijd gemaakt tussen een overheid die functioneert binnen een democratische rechtsorde, die we dus vaak een democratische rechtsstaat noemen, maar dat onderscheid probeer ik dus juist te maken. En die overheid moet aan bepaalde regels voldoen. En die regels die zijn, dat is een normatieve context. Dat is iets anders dan bij een bedrijf. Dus de overheid moet tolerant zijn. Moet het evenredigheidsbeginsel in acht nemen. Moet rechtvaardig zijn. Moet billijkheid betrachten. Moet de openbare orde handhaven. Moet de grondrechten in acht nemen. Nou, om een aantal van dat soort grote criteria te noemen. Ja. In uw boek schrijft u ook, en ik citeer hier, concurreren en consumeren gaat moeilijk samen met samenwerken en solidariteit. En ik vroeg me af, heeft u hier niet vooral kritiek op het individualisme van deze tijd? Is dat wat hier gaande is? Nee, het voorbeeld wat ik daarbij noem is bijvoorbeeld de artsen, mm-hmm, en het notariaat. Artsen die staan in de mededingingswet en concurreren met elkaar, strijdt al gauw met samenwerken met elkaar. Ja. Hetzelfde geldt voor het notariaat. Op het moment, dat is een publieke functie, op het moment dat het notariaat werd aan de markt werd overgelaten, dan wordt het onderling controleren als beroepsgroep van elkaars kwaliteit lastiger. Dus dat soort zaken hebben we ons nooit gerealiseerd. En je ziet dat terug, dat stelsel van gezondheidszorg wat moet werken volgens de markt, hoewel er helemaal geen markt is in de gezondheidszorg, maar dat terzijde. Maar die gaat dus uit van concurrentie. En in crisissituaties is het alle hens aan duk en samenwerken. Dat lukt ook wel door ieders goede wil, maar het strijdt op de lange termijn met dat stelsel wat gebaseerd is op concurrentie. Ja. Is het dan dat u tegen de economisering van de overheid bent of de economisering van de samenleving? Ik ben tegen beide. Of in ieder geval, laat ik zo zeggen, het eenzijdige nadruk op economisering. Van wat kost het en wat levert het op? En de eenzijdige nadruk op individualisering. In plaats van solidariteit. Die twee dingen samen, economisering en individualisering, dat is dodelijk. En het interessante van de coronacrisis is, denk ik, dat op het moment dat de winkels waren gesloten, mensen zich plotseling weer realiseerden, en dus als het ware het vergaren van welvaart even stopte, mensen zich realiseerden hoe belangrijk welzijn was. Terwijl op het moment dat we bewust afstand moesten houden, plotseling ook weer realiseren hoe belangrijk nabijheid is. Dus welzijn naast welvaart. Gaat een nooduitgangalarm af voor de... Ja, nu moeten we alles ontruimen natuurlijk. Welzijn naast welvaart. Solidariteit naast individu. En publiek naast privaat. Dus het gaat om het terughalen van het evenwicht. Juist.
U noemde net ook al even kort de coronacrisis en hoe de Nederlandse overheid daarmee is omgegaan en wat het met ons deed. Ik denk dat Nederland voor een aantal hele grote crisis staat. Maar in tijdens de formatie zei u ook dat het in Den Haag voornamelijk gaat over wie met wie. En weinig over de inhoud, toen u informateur was. En dit is eigenlijk niks nieuws in Den Haag, denk ik. Laat ik de vraag groot stellen. Denkt u dat het huidige Den Haag in staat is om deze grote problemen aan te pakken? Op eigen kracht is het antwoord nee. De politiek is een onderdeel van het probleem. En dat moet de politiek zich realiseren. En dat betekent dus dat je ook niet de pretentie kan hebben dat je het op eigen kracht kan. Zij dat je tegelijkertijd je moet realiseren dat in ons stelsel de politiek een belangrijke functie vervult, dus dat die niet gemist kan worden. En wat betekent dat? Dat betekent dat dus anderen, waaronder de professionals op de werkvloer, of het nou de dokter is of de politieagent, en dat rechters en vooral dat burgers zelf, dus datgene moeten doen wat ze vinden dat gedaan moet worden in het algemeen belang, om in zekere zin de politiek te dwingen om het probleem te erkennen en daar iets aan te doen. Is de politiek dan steeds meer geïsoleerd? De politiek steeds meer geïsoleerd? De politiek is vooral, je mag natuurlijk niet generaliseren, maar naar binnen gericht geraakt. Dat is overigens ook wel logisch, want die kiezersmarkt, die niet voor niks een kiezersmarkt wordt genoemd, daar moet je echt vechten, want de stabiele achterbannen zijn verdwenen. Ja. En tegelijkertijd, wat ook verdwenen is, zijn duidelijke ideologieën, dus duidelijke beelden van waar het met de mens en maatschappij naartoe moet. En als je die twee dingen dus met elkaar combineert, dan betekent dat heel sterk dat partijen naar elkaar gaan loeren. Hoe doet die het? En dat dwingt in zekere zin tot naar binnen gekeerdheid. En daar kan je vreselijke schande van roepen. Je kan het ook constateren. Je kan proberen te verklaren hoe het komt. En vervolgens proberen om die politiek uit die, dat prisoners dilemma te halen. Ja, ik zie vaak, of je zegt wel vaker dus inderdaad, dat er meer gesproken moet worden over grote ideeën, ook in Den Haag. Iemand die dat, misschien gek genoeg, heel vaak in de Tweede Kamer doet, is de heer Thierry Baudet. Die heeft daar vaak genoeg gestaan dat hij naar de Kamer zegt, waar hebben we het eigenlijk over? We moeten nadenken over de grote ideeën. Waar moet Nederland naartoe? Wat is de rol van de overheid? U heeft natuurlijk ook met hem gesproken tijdens de formatie. En toen, ik weet niet of u dit gezien heeft hij achteraf gezegd dat hij toch wel een beetje onder de indruk van u was. na dat gesprek. Is dit dan zoiets waar u het eigenlijk wel goed kan vinden met zo'n iemand als Baudet? Dat hij met die ideeën bezig is? Er zijn twee vragen. Of ik het goed met hem kan vinden. Nou, ik kan het eigenlijk met iedereen kon ik het goed vinden, omdat je ervan uitgaat dat het professionals zijn. Ja. Ik vind niet dat hij met mijn ideeën aan de haal gaat, was dat maar zo. Want dan zou hij een overtuigd aanhanger zijn van de democratische rechtsorde. En dat heb ik nog niet ontdekt. Juist. Dus, en dan zou hij ook problemen die wel bestaan ook serieus nemen. Ja. En dat zijn twee dingen die ik althans de afgelopen jaren heb geprobeerd te doen. Wat ik wel vind is dat je, daarom was het vorige boekje getiteld zoals het getiteld was, groter denken, kleiner doen. Ik zag het overigens ergens omgekeerd staan, kleiner denken, groter doen. Dat is wat in de praktijk vaak gepretendeerd wordt. Hele grote projecten waar heel klein denken achter zit. Maar groter denken, dus het brede perspectief zien. Waar moeten we met mensen met dat pijn naartoe? Bijvoorbeeld in de klimaatcrisis. Om vervolgens te constateren dat je zo'n groot vraagstuk niet in één beweging kunt oplossen. En dat het dus van belang is om klein te doen.
als die stappen allemaal maar in dezelfde richting gaan. En dat laatste kun je alleen constateren door groter te denken, want dan weet je wat ongeveer de richting is. Over welke onderwerpen moet groter gedacht worden? Dus wat zijn de grote problemen van, nou ja, nu die we hebben? De klimaatverandering, dat is één. Het interessante van deze tijd is, denk ik, en soms misschien het benauwende, dat het eigenlijk op alle beleidsterreinen gaat over de vraag, waarvoor hebben we een overheid en wat legitimeert dat handelen van die overheid eigenlijk? Dat is een vraag die 40 jaar geleden ook aan de orde was, na de ontzuiling. Namelijk toen die verbindingen dus gingen eroderen. En de vraag was, wie gaat die taken die dat maatschappelijk middenveld in die verschillende zuilen had behartigd, wie gaat die taken doen? En die democratiseringsbeweging vanuit de jaren 60 en 70 ging eigenlijk over de vraag, wij vinden dat de overheid dat moet doen, maar dat die overheid dan beter gelegitimeerd moet zijn. Die vraag, die weg is doodgelopen, omdat we vluchtwegen ontdekten. En die vluchtwegen waren, de overheid moet terug. Het belangrijkste criterium voor succes, voor beleidsmatig succes, is economische groei via de private sector. De overheid is een bedrijf en de burger is een klant- en kostenpost. En het blijkt dat dat trio ons op een weg hebben gebracht waarvan we moeten constateren dat die doodloopt en niet tot resultaten leidt. Er zijn achterstanden op ongeveer alle gebieden, wat overigens meer en minder een kwestie van geld is dan van wijze van kijken en hoe je het beschikbare geld verdeelt. In wat voor gebieden is dit? In wat voor gebieden is dit? U zegt in sommige gebieden zijn de problemen minder groot. Nee, op alle gebieden is die vraag aan de orde van waarvoor hebben we overheid? Wat is de taak van de overheid? Er is laatst een mooi rapport uitgebracht, of was eigenlijk een treurig rapport, over regio's. Waar de markt niks te halen valt, voor de markt niks te halen valt, dus daarom zijn er geen winkels meer. Maar waar ook de overheid zich heeft teruggetrokken. Dus geen winkels, geen geldautomaat, postbezorging, dubieus. Geen openbaar vervoer, geen school meer, overheid onzichtbaar. En hoe kan een bevolking een overheid vertrouwen die niet zichtbaar en niet toegankelijk is? We hebben vanuit de gedachte, grootschaligheid is beter. Hebben we rechtbanken en hoven bij elkaar gemikt. Dat betekent dat fysiek, zelfs fysiek gesproken, de afstand tot het recht groter is geworden. Recht moet zichtbaar zijn. We hebben de wijkagent op bezuinigd. Politiebureau in de wijk, allemaal gesloten. Is dat een goede ontwikkeling? Nee, dat is geen goede ontwikkeling. Wat gaan we daaraan doen? Daarover moeten we het hebben. Hetzelfde geldt bij het onderwijs, waar toch het gevoel is dat met 8 miljard incidenteel, dat is allemaal prachtig, maar dat is het probleem niet. Want van die 8 miljard komt het meeste bij private instellingen betreft die zichzelf oprichten om huiswerkcursussen te maken, omdat die overheid... Dus de vraag is helemaal niet meer overheid en minder markt. De vraag is, omdat die overheid en markt zo met elkaar verweven zijn geraakt, steeds meer geworden. Als je meer publiek geld hebt, betekent dat automatisch meer markt. En willen we dat? Willen we die verstrengeling tussen die twee? Nee, dat willen we niet, omdat, of dat moeten we niet willen, omdat publieke afwegingen voor het algemeen belang iets anders zijn dan private afwegingen van kosten en baten. En dat is
heel, natuurlijk veel te abstract en veel te algemeen geformuleerde vraag die we onszelf moeten stellen. Wat willen we op het gebied van het onderwijs, nog even los van het geld, wat willen we op het gebied van de veiligheid? En hoe zichtbaar doet de overheid dat zelf? Hiervoor pleit u vaak voor een goed maatschappelijk debat, ook hierover. En ik vroeg me eigenlijk af, wat houdt zo'n goed maatschappelijk debat dan eigenlijk concreet in? In een democratie die geeft ruimte aan verscheidenheid. Daarom hebben we verschillende partijen. Maar het betekent ook dat je tot compromissen moet komen. Die compromissen worden aanvaardbaar als je het debat voert met argumenten en tegenargumenten en op basis daarvan tot een gemeenschappelijke conclusie komt. Dat noem ik debat. Debat is iets anders dan het uitwisselen van meningen. Hoe mengt iemand zich in het publieke debat? Want nou ja, je komt niet zomaar op ons mooie podium of op televisie. Het is vrij moeilijk om je daarin te mengen als individu. Daar speelt de journalistiek natuurlijk een belangrijke rol in. Maar het aantal debatcentra is niet aan te slepen. Dus ik ben niet zo benauwd over dat er geen gelegenheid is om debat te voeren. Ik ben meer vaak benauwd van het feit door het feit dat we geen debatcultuur hebben. Zoals er eigenlijk ook nauwelijks een politiek debat plaatsvindt. Het is toch interessant om te zien dat de coronacrisis begint. In dat parlement wordt eigenlijk niet gesproken over de vraag, wat is nu de oorzaak van die crisis? Waarom zijn we nu in problemen? Is dat inderdaad dat onzichtbare virus? Of is dat de nauwe verbinding die over de hele wereld blijkt, waar het onze welvaart betreft? Nee, het gaat in het debat over de vraag over de hoeveelheid mondkapjes. Maar is het dan de tijd ook om tijdens zo'n coronacrisis daar al over te gaan spreken? Was het niet ook een soort van de noodzaak dat we daarover moesten hebben, bijvoorbeeld mondkapjes en vaccinaties? Natuurlijk is dat van belang, maar dat lijkt me meer een bestuurlijk vraagstuk dan een politiek vraagstuk. Maar het is toch Esther Ouwehand, die heeft toch wel dat aangevraagd? Dat ze het wouden hebben over de grote stallen die we hebben. En dat daar ook dit soort virussen ontstaan. Dat is best wel een oorzaak waar ze het dan over hebben. Ja, maar bijvoorbeeld ook de vraag, is het zo logisch dat we allerlei dingen, producten die we nodig hebben, dat we die van ver weg moeten halen? Ja. En dat dus dat hele stelsel wat er is, is dat niet heel kwetsbaar? Zijn er niet bepaalde producten waarvan je zegt, nou dat moeten we op zijn minst op Europees niveau? En binnen Nederland al gauw de vraag, ja, wat is het economisch structuurbeleid wat we eigenlijk willen? Welke sectoren willen we nu wel en welke sectoren willen we nu niet? Het is toch interessant dat de industrie en het bedrijfsleven wordt gesteund, terecht. Maar dat het debat over de vraag al anderhalf jaar lang niet gaat over, nou, in de volgende fase moeten we het vooral op die sector hebben en niet meer op die. Ik bedoel, ik gun de horeca van alles. En vooral veel goeds. Maar of daar onze economie nu op gebouwd moet wezen, dat vraag ik me echt af. Nog afgezien van het feit dat ik het een beetje storend vind dat men klaagt over het moeten controleren van het toegangsbewijs. En als consequentie daarvan vervolgens de openingsuren worden beperkt, onmiddellijk vraagt de hand ophoudt. Er zijn een aantal van die discrepanties waarvan ik denk, daar moeten we een maatschappelijk debat over voeren. Ja, en daar maakt u ook een onderscheid tussen de populaire opinie en de publieke opinie. Waar dan de populaire opinie eigenlijk de hardste schreeuwers zijn, dus nu misschien caféhouders. En nou ja, een wel overwogen mening en wat dan, nou ja,
mensen met verstand van zaken eigenlijk zijn. Klopt dat? Ik vind het onderscheid mensen met verstand van zaken en niet verstand van zaken vind ik te grof. Okay. Nee, de populaire mening is de eenzijdige mening die geventileerd wordt voordat, zonder dat men er nog even over heeft nagedacht, laat staan een debat over heeft gevoerd. De onderdachte tegen de doordachte mening. Ja, het zenden. Terwijl de publieke opinie, dat is de uitkomst of ja, is gericht op het publieke debat en op het vormen van een opvatting over zaken die van belang zijn en die ons allemaal aangaan. En ik vind het, en dat heeft volgens mij weinig te maken met rijk of arm, goed van de tongring gesneden of niet. En ik vind ook altijd dat bij alle mogelijkheden die er zijn tot participatie, dat we veel te makkelijk degene die in moeilijke posities zijn, toch beschouwen als mensen die geholpen moeten worden en niet als mensen die gehoord moeten worden. Want ook dat zijn burgers en ook die hebben een opvatting over hoe hun probleem kan worden opgelost. Juist. Daar resoneert wat. Ja, daar resoneert inderdaad wat. Ja. Misschien is dat een goed moment om dan even naar het publiek te gaan. Iemand met een publieksvraag. Hier, ja? Hebben we daar nog een... achter een ja, doe maar achterin. En dan kunnen we naar voren. Kom zo. Hier achterin. Ja. Hallo meneer Herman Jake Willink. Wat vindt u van de instelling van een kiesdrempel als ja, om tegen de versplintering ja, het hoofd te bieden? Ik ben er altijd tegen geweest, omdat de, tot nu toe succesvolle partijen meestal, er wordt meestal gesproken over 5%, net zoals in Duitsland, over die 5% heen springen. Maar nu de versplintering zo toeneemt, merk ik bij mezelf dat ik ga aarzelen. Maar ik vind dat iets anders eigenlijk nog belangrijker is. Dat is namelijk de vraag of de Kamer niet hoognodig moet discussiëren over de vraag wat zijn eigen functie, wat haar eigen functie is. En hoe ze die functie kan vervullen. De wetgevingsfunctie bijvoorbeeld. Het is uit onderzoek gebleken van Investico dat er steeds minder aandacht aan wetgeving wordt besteed. Terwijl de Kamer eigenlijk ook niet verschrikkelijk veel aandacht besteedt aan de controle op de uitvoering. Als dat twee essentiële functies zijn, dan moet je dus nagaan, hoe kunnen we die dan wel vervullen? Moet de Kamer als instituut daarvoor versterkt worden en niet elke fractie afzonderlijk? En hoe ver kunnen we daarmee gaan? Of is de versplintering daar zo'n groot obstakel dat om die redenen de overweging zou moeten zijn van een kiesdrempel? Dus ik zou heel sterk willen pleiten voor het nadenken over wat is de functie van de politiek, wat is de functie van de Kamer en in hoeverre draagt een eventuele kiesdrempel daaraan bij. Ik zag dat er nog één vraag was hier vooraan, maar ik zie ook andere handen zijn inmiddels omhoog gegaan. Doe maar hier voorin, die zag je als eerste. Die was als eerste. Ze houdt de microfoon voor je vast. Hallo, bedankt. Ja. Ik had een vraag rondom, die eigenlijk ook ontstaan is, misschien wel vanuit waar je het over had, van de rol van de Tweede Kamer. Wellicht, ik ben een aantal jaar geleden in de Tweede Kamer geweest. Ik was enorm teleurgesteld eigenlijk door hoe weinig daar gebeurde. En mijn vraag die daardoor eigenlijk later is gekomen is, waarom is zo'n formatie eigenlijk zo groot? Ik heb het gevoel dat in een aantal jaar geleden, tientallen jaren geleden misschien, dat er veel minder al werd besloten. En dat dat misschien ook zorgt voor minder debat in de Tweede Kamer zelf uiteindelijk. Over de formatie? Of... Ja. Waarom er eigenlijk al zoveel vast moet liggen en waarom we het niet kunnen houden bij een veel compacter iets?
Nou ja, ik doe sinds 1994, denk ik, pogingen elke keer als ik daar althans bij betrokken was, bij het kabinetsformatie, om regeerakkoorden beperkt te houden, omdat dat ruimte biedt voor politiek debat. Tegelijkertijd snap ik waarom dat niet lukt, omdat regeerakkoorden zijn ook, geven ook zekerheid. Zeker als de meerderheid gering is, moet je niet de kans lopen dat je binnen een half jaar een crisis krijgt, omdat de meerderheid aan het kabinet ontvalt. En het is ook, regeerakkoorden hebben ook de functie van vertrouwen wekken tussen de partijen. Dus lang met elkaar praten, een beetje ongeveer wat je aan elkaar hebt. Maar de nadelen beginnen zo langzamerhand wel heel erg groot te worden. Namelijk dat het debat eigenlijk ook niet meer nodig is, omdat de uitkomst toch al vaststaat. En ik ben dus vreselijk benieuwd wat er uit deze kabinetsformatie komt, want de informateurs hebben laten weten dat ze echt op zoek zijn naar een beperkte regeerakkoord. Dus datgene wat voor de een niet zo belangrijk is, omdat ze het wel willen overlaten aan het politieke debat in de Kamer, voor de ander juist heel belangrijk, omdat ze vrezen dat het politieke debat in de Kamer hun standpunt niet zal delen. Dus ook daar is het zoeken en tasten naar een middenweg. Het is een van de redenen dat ik zowel in 2010, of vooral in 2010, bij de moeilijke formatie die in dat monstrueuze constructie met gedoogsteun van de PVV terechtkwam, heb gepleit voor een kabinet waar heel veel partijen in vertegenwoordigd zou zijn, omdat je dan potentieel een grote meerderheid hebt en dus minder hoeft vast te leggen. En dus meer, er moet lucht in dat stelsel komen. Dus in dat naar binnen gerichte stelsel moet je proberen de luiken open te zetten. Dus als het regeerakkoord dunner is, krijg je meer politiek debat? Ja, en dan zijn er ook meer mogelijkheden voor het kabinet zelf. Dat is wat er nu wordt geprobeerd, heb ik begrepen. Dus een korter regeerakkoord en vervolgens ministers die onderling gaan beraadslagen over wat zal ons beleid zijn. Dan heb je dus ook een iets dualistischer stelsel. Ja. Nou ja, we zullen zien wat er van komt. Bent u hoopvol? U heeft ook met alle partijen gesproken. Dus het feit dat de twee informateurs, die toch niet voor de poes zijn, en dat daaronder ook Remkes is, die voorzitter was van de staatscommissie, die een aantal van dit soort voorstellen heeft gedaan, stemt toch tot enig optimisme. Laten we doorgaan naar de uitvoering van het beleid wat u net noemde. Ja, en laten we vooral ook kijken naar een wat concreter voorbeeld. Ik denk dat heel veel mensen al in het publiek ook hebben nagedacht over het misschien wel bekendste voorbeeld van deze tijd, over veel van wat u zegt of ziet misgaan binnen de Nederlandse staat en onze rechtsorde. En dat is de toeslagenaffaire. Duizenden ouders en daarmee ook kinderen kwamen in de knel door spijkerhard overheidsbeleid. De gevolgen zijn er nog steeds. De compensatieregelingen zijn nog steeds niet volledig uitgevoerd. Laat ik de vraag simpel stellen. Van welke ziekte denkt u dat de toeslagenaffaire een symptoom zou zijn? Allereerst is de toeslagenaffaire zou niet hebben plaatsgevonden als er niet vanaf 2004 een aantal politieke beslissingen waren genomen. Het is in wezen een politiek probleem. Het feit dat het oude stelsel van kinderopvang moest worden vervangen door een meer marktconform stelsel. Het feit dat toeslagenuitkering werd opgedragen aan de Belastingdienst. En innen van geld is iets anders dan uitkeren van geld. Al was het alleen maar dat je bij grote bedragen, of dat je je fraudebestrijding bij de belastingen richt op grote bedragen. En bij de toeslagen, als je dat doet bij grote bedragen, heb je juist degene die het meeste nodig hebben.
Vervolgens de beslissing dat, van de Kamer dat de toeslagen bij voorschot moesten worden betaald. Want dat was klantvriendelijk. Om vervolgens na de Bulgarenfraude te zeggen dat het schande was dat er werd gefraudeerd. Het was een percentage van 0,0 zoveel procent overigens. Maar allemaal beeldvorming. En zeggen dat het keihard moest worden bestreden. Ja, als je dat allemaal naast elkaar doet en dat allemaal dumpt bij die een uitvoerende dienst, dan moet het wel misgaan, want het gaat over miljoenen. Personen. Dus dat is de eerste fout. Het tweede wat volgens mij wat het onthult, is dat ook in uitvoerende diensten dat besef van die democratische rechtsorde, we hebben te voldoen aan een aantal normen. En we hebben evenredig op te treden en billijk op te treden. Toch wat is verslonst. Naast datgene dat uitvoerders weinig ruimte krijgen om naar bevind van zaken te handelen. Dat is ook lastig, want er een groot aantal ingediend zijn, want dan moet je automatiseren. En algoritmen kennen geen mensen. Dat is nu eenmaal het kenmerk van algoritmen. En vervolgens hoe krijg je, hoe krijg je die menselijke maat dan weer terug? Als je constateert dat dat managers niet van differentiatie houden, omdat het duur is. Als je constateert dat ICT altijd differentiatie juist mijt, omdat het voorspelbaar moet zijn. Als je constateert dat degenen die met ICT moeten werken niet de vrijheid hebben en eigenlijk ook niet de opleiding om afwijkend gedrag te vertonen. En als je vervolgens constateert dat de afstanden te groot zijn geworden en er eigenlijk ook niet meer te bellen valt, dan heb je, als je dat bij elkaar optelt, zie je het verlies van die menselijke maat. Hoe krijg je die eens terug? Door terug te spoelen, zou ik zeggen. Met steeds het besef dat je niet twee dingen tegelijk kunt doen. Je kunt niet en met grote aantallen werken en tegelijkertijd zeggen dat je gedifferentieerd de zaak moet aanpakken. Dus of het een of het ander. En dan zie je wat er bij de compensatieregeling misgaat. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste, de compensatieregeling, bij het ontwerpen daarvan worden dezelfde fouten gemaakt als bij de toeslagenaffaire zelf. Namelijk, er wordt niet gelet of het uitvoerbaar is. De eisen die de politiek stelt veranderen steeds. En de samenwerking tussen de overheidsorganisaties laat te wensen over. Een uitspraak van Einstein is me dierbaar. Je kunt een probleem niet oplossen met het denken dat het heeft veroorzaakt. Je ziet hetzelfde overigens in Groningen. De Groningen aardgasproblematiek. Volgens mij is het domste wat men heeft kunnen doen, is die politiek uit handen te halen van de provinciale en regionale democratie. Als daar moet worden opgebouwd, dan was het verstandig geweest om die verantwoordelijkheid bij de mensen daar te leggen en degene die ze daarvoor gekozen hadden. Uiteraard met hulp van de centrale overheid en met financiële ondersteuning daarvan. Was het dan vroeger beter geregeld? Nou, je zegt terug, we hadden een systeem dat dan werkte, dat hebben we langzamerhand veranderd. We hebben altijd de neiging om bij rampen of bij dingen die fout gaan te centraliseren. Terwijl vaak de oplossing zit in het meer ruimte geven aan de uitvoering. Het interessante bij die coronabestrijding is dat er heel veel in de zorgsector werd verwacht van degene van de handen aan het bed, dat die ook bereid waren dat te doen.
dat er ook plots een ruimte was om het te doen, dat een aantal modellen en voorschriften even niet golden. En dat we dat dus in een crisissituatie acceptabel vinden, maar in een normale situatie te riskant. Daar zit iets merkwaardigs in. Een tekort aan vertrouwen dan dus. Dat is dus gebrek aan vertrouwen. En je zou dus moeten leren uit de corona en zeggen, nou, er zijn dus een aantal dingen die ook zonder dat dat nauwkeurig wordt afgevinkt en elke 5 minuten worden verantwoord, heel goed lopen. Als we maar professionele medewerkers hebben. Aan die professionaliteit moet je iets doen. Juist. Zullen we nog even een biedsvraag doen? Ja, we kunnen beter misschien naar de biedsvraag doen. Zullen we nog eentje doen? Even kijken, hier vooraan, middenin. Is er een microfoon? Middenin vooraan? Ja, sorry. Hier, ja. Ja, goedemiddag meneer Tjenkwink. Ja. Ik had een vraag. U zei net dat de politiek in haar eentje geen onderdeel kan zijn van de oplossingen van de problemen. En dat daar de oplossing voor is dat de professionals op de werkvloer moeten doen wat zij vinden wat nodig is. Stel dat bijvoorbeeld in het kader van de toeslagenaffaire dat was gedaan door leden van de afdeling bestuursrechtspraak, Raad van State en rechters. Zou dat niet tot een andere vorm van wantrouwen leiden, maar dan niet vanuit de professionals richting de politiek, maar vanuit de politiek richting de professionals? Ja, hier zijn een aantal problemen die u bij elkaar... Dat dreigt een lang antwoord te worden, dat moet ik niet doen. Mijn voornaamste opmerking is, als de politiek het niet op eigen kracht kan, dat is niet gelijk als de politiek moet dus maar niks doen, die moet je afschrijven. Dat heb ik al gezegd. Het tweede is dat in dat stelsel iedereen opnieuw moet nadenken over wat is mijn eigen taak. We hadden het net al over het parlement. Maar dat geldt ook voor ambtenaren. Weten ambtenaren nog dat ze inhoudelijk deskundig, kritisch onafhankelijk moeten adviseren en loyaal aan de minister moeten zijn als ambtsdrager. Niet als persoon, maar als ambtsdrager. Weet het bestuur nog wat de functie van het bestuur is? Hetzelfde geldt voor de rechter. Is iedereen duidelijk dat de rechter meer doet dan conflict oplossen? Maar dat de rechter, dat hoef ik u niet te vertellen, steeds een stapje zet op datgene wat in Nederland recht is, via de jurisprudentie. Dat is dus niet het incidentele conflict. Hetzelfde geldt voor de uitvoerders. Uitvoerders zijn het gezicht van de overheid. Zij zien de problemen in de rauwe praktijk. Zij kunnen dus ook best beoordelen of een bepaalde oplossing die in Den Haag wordt bedacht uitvoerbaar is, respectievelijk tijdiger dan nu signaleren dat het niet uitvoerbaar is en wat dan wel. En zo kan je, en door rechtelijke uitspraken, denk aan Urgenda, en door de professionals op de werkvloer, als ze daartoe de ruimte krijgen om dat ook te melden. En door een beter besef van wat iedereen binnen die overheid in Den Haag zelf doet. Daardoor kan je langzamerhand die politiek ook weer brengen tot haar eigen functie. En dat is als het ware het mechaniek, de gedachte-exercitie die ik probeer uit te voeren. En die ik u aanraad om op die manier ook eens naar die overheid te kijken. We denken te hiërarchisch. We denken te veel van boven naar beneden en van binnen naar buiten, in plaats van beneden naar boven en van buiten naar binnen. En dat evenwicht moeten we in zekere zin opnieuw vinden. We hebben het nu al een aantal keer over vertrouwen gehad en ook dus nu de vraag ging over vertrouwen tussen bijvoorbeeld ambtenaren en de politiek. Er is natuurlijk ook nog een andere verhouding, dat is vertrouwen tussen de burger en de politiek. Op dit moment is het politieke vertrouwen ongelooflijk laag. Ik las 6 op de 10 Nederlanders heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de Nederlandse politiek. Ik voel mij af. Het is heel duidelijk dat als de politiek fouten maakt, dat het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de politiek daalt. Is het nou ook zo dat als de politiek wel goed haar taak vervult,
dat dat vertrouwen dan ook automatisch weer herstelt? Of is dat eigenlijk maar een beweging die één kant op gaat, omdat men nou eenmaal geneigd is om het slechte handelen van de overheid streng af te schaffen en ervan uit te gaan dat het heel normaal is dat de overheid prima haar taken vervult? Hoe doe je dat dus, dat politiek vertrouwen terugwinnen? Het zou heel zonde zijn als het alleen maar naar beneden kan en niet hersteld kan worden. Integendeel, volgens mij kan het hersteld worden. Er is ook altijd gebleken dat Nederlanders in het algemeen groot vertrouwen hebben in de parlementaire democratie. En eigenlijk ook tot nu toe een groot vertrouwen altijd in de overheid hebben gehad. Het is logisch dat dat nu naar beneden gaat. Dat heeft overigens, in mijn opvatting, maar dat zult u begrepen hebben, meer dan te maken met een aantal incidenten van de afgelopen jaren. Dat is al een hele tijd aan de gang. En wat ik noem betonrot. Wat van belang is, is vooral dat je de burger het gevoel... twee dingen. Ten eerste dat de overheid duidelijk maakt wat ze wel doet en wat ze niet doet. Wat er van haar verwacht mag worden en wat niet. Dus niet alleen wat de overheid van de burgers verwacht, maar ook wat de burgers van de overheid mogen verwachten. Daarop kan je aan. Het tweede is dat burgers het gevoel hebben dat ze eens een greep hebben op hun eigen leven en op hun eigen omgeving. En dat heeft te maken met een derde punt, namelijk, mijn stelling is ook in dit boekje, er is geen vertegenwoordigende democratie zonder maatschappelijke democratie. En wat bedoel ik daarmee? Ruimte voor burgers om initiatieven te nemen in het algemeen belang. Door energiecoöperaties op te richten, door het buurthuis iets. Nou goed, de voorbeelden zijn legio. Waarom is die ruimte er op dit moment niet? Omdat vaak de overheid vindt dat burgers van alles moeten en moeten kunnen betalen en op zelfredzaam moeten zijn. Maar binnen de voorwaarden die de overheid stelt en de markt niet mag verstoren. Die twee dingen, daar zit het handicap. Het is niet zozeer in het feit dat burgers niks willen. Het is dat ze toe moeten worden, soms moeten aangezet worden, maar ook de mogelijkheden moeten krijgen. Dus als je, ik heb vrij veel contact gehad de laatste jaren ook met burgerinitiatieven. Mensen die allerlei initiatieven nemen die echt in het algemeen belang zijn. Er is één gemeenschappelijke noemer dat altijd de overheid een obstakel is wat je moet nemen. In plaats van een partner. En wat raar is daarin, is dat we op dat gebied een grote traditie hebben. Dat maatschappelijk middenveld waar we het zo net over hadden, dat was particulier initiatief. En de overheid ondersteunde dat. En wat je, als je terugkijkt in de afgelopen 30 jaar ziet, is de nauwe verbinding tussen de overheid en het particulier initiatief, tussen vertegenwoordigende democratie en maatschappelijke democratie, eigenlijk vervangen is door een nauwe verbinding tussen overheid en markt. Maar dat is iets anders. Dat is een ander ordeningsprincipe. Een ordeningsprincipe, markt is geen ordeningsprincipe dat in de publieke sector thuis hoort. Dat vertrouwen, dat moet je dus van onder op. Dat is toch een tweezijdig proces. En daarvoor is bij de overheid nodig het besef dat ze. Dat niet alleen de burgers afhankelijk zijn van de overheid, maar de overheid ook afhankelijk is van de burgers. Ook dat zie je bij corona. Bestrijding van de corona gaat alleen met medewerking van de burgers zelf. En die burgers vertrouwen, als die burgers de overheid niet meer vertrouwen, omdat de overheid die burgers niet vertrouwt, dan ben je een heel eind uit de goede koers. Juist. Of vertrouwen op tijdens corona.
onlangs, ik denk 2 weken geleden, waren er een aantal Kamerleden die klaagden dat ze eigenlijk heel weinig meekregen van de coronabesluitvorming. Dat het allemaal bij het OMT werd gelegd en eigenlijk vrij weinig informatie werd voorzien, de Tweede Kamer. En daarnaast was het ook zo, waar hadden we het over? Nou, dat de formatievoorziening ingewikkeld gaat tussen ministers en de Kamer bijvoorbeeld. Ja, dat de minister zelf zei van, hey, ik beslis wel wanneer ik informatie uitgeef en ja, wat ook. Dat is toch heel raar? Het interessante is altijd dat het parlement zich zo afhankelijk maakt van de informatie van de regering. Dat is overigens al heel lang het geval. In het boek zult u een paar bladzijden vinden over enquêtes. De enquêtes in de jaren 80 leveren op dat niet de hoeveelheid informatie het grote probleem, of niet het gebrek aan informatie het grote probleem is, maar het hoeveelheid in informatie. En dat de goede informatie op het goede tijdstip, op de goede plaats, dat het probleem is en niet de hoeveelheid. En wat de Kamer steeds doet, is vragen naar meer. Maar door je als controleur afhankelijk te maken in de informatie van de gecontroleerde, maak je je positie niet sterker. Er is altijd te weinig. Want het is nooit op het juiste tijdstip, op de juiste plaats, de goede informatie. En je kunt als Kamer dus zelf ook informatie vergaren. En dan niet op beleidsniveau, maar bij uitvoerders. En ik vind dus dat het tegenwicht tegen het beleidsmatig overwicht komt niet zozeer van de Kamer. En met meer of minder informatie van het kabinet, maar kan alleen komen van uit de Kamer als ze steunt op informatie uit de uitvoering, uit de praktijk. En ook van de burger, neem ik aan, zoals bij de toeslagen. En dus van de burger. Dus, maar de uitvoeringsorganisaties zijn vaak degene die het beste weten waarmee de burger geconfronteerd wordt. Dus zei dat de ombudsman daar natuurlijk ook een belangrijke rol in speelt. Dus er zijn informatiebronnen over die uitvoering die als het ware dat tegenwicht bieden, veel meer dan een Kamer die steeds meer informatie van de gecontroleerde vraagt. En als je het nu toch over in modern jargon verbeterpunten hebt, dan is er hier één. Dat is een duidelijke. Zullen we nog naar één publieksvraag gaan, ja, voordat we naar het laatste deel gaan? Wil jij kiezen dit keer? Ik mag kiezen. Achterin zie ik al een hele tijd. Achterin. Okay. Ja, wie is het achterin? U mag kiezen. De jongen die zit, bedoelt u? Wie bedoelt u? Nee, ik zie daar al een tijdje een meneer met een bruine jas. Ja, de bruine jas daarachter. Kijk aan. Die had de hele tijd moeten staan. Ja, dank u wel, meneer Cenk Willink. Zeker in het licht van de toeslagenaffaire is er in academische kringen vooral ook discussie over de vraag of er in Nederland niet een constitutioneel hof zou moeten worden opgericht. Hoe kijkt u ernaar? Kijk, het is toch heel goed dat ik dacht, die meneer moet, die staat al een tijd met zijn vinger. Ik ben het voor 200% met dat standpunt eens. Het is dringend noodzakelijk dat we een constitutioneel hof krijgen, zoals in de meeste Europese landen. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, waarom protesteren we zo verschrikkelijk tegen Polen? Omdat die het constitutionele hof een kopje kleiner wil maken, terwijl we zelf niet eens een constitutioneel hof hebben. En Polen eigenlijk ons systeem wil overnemen, namelijk dat een meerderheid in de Kamer zelf bepaalt wat constitutioneel is, ja dan nee. Dat is wonderlijk. Dat is nog te begrijpen. Er zit een filosofie achter. Gekozen volksvertegenwoordiging heeft het uiteindelijk laatste woord. Maar het gaat ervan uit dat de volksvertegenwoordiging die constitutionaliteit ook scherp op een netvlies heeft. Dat is niet meer het geval. Dus het is, en dat gaat dus verder dan een opheffing van het rechtelijk toetsingsverbod.
datgene wat Femke Halsema een keer voorstelde, namelijk dat de rechter ook moet kunnen toetsen aan de klassieke grondrechten. Dat zal niet zo schrik veel meerwaarde hebben. Het gaat dus echt om een constitutioneel hof, wat niet alleen toetst aan de geschreven grondrecht, maar aan de constitutie. Dus ook de ongeschreven regels. Het parlementaire stelsel, zoals u weet, staat nergens in die grondwet. En daarom dat het constitutionele hof ook een andere samenstelling en niet voor het leven benoemd hoeft te wezen als het normaal hof, omdat dat gedeeltelijk ook politiek is. Weliswaar niet partijpolitiek, maar wel politiek in de normatieve betekenis, hoe je bepaalde dingen weegt. En je zal in allerlei landen ook zien dat dat hof gemengd is samengesteld, gedeeltelijk uit mensen die in de juridische wereld, gedeeltelijk mensen die de politieke wereld kennen. Dus ik ben het zeer met u eens. Ik kan het niet anders dan onderschrijven. Hoogst noodzakelijk, maar ja, onze grondwet vereist 2 lezingen en de laatste 2/3. Dus of het ervan komt, vraag ik me zeer af. Ik heb nog, u quote dus een tijdje terug Einstein. Met de quote, de problemen, of het denken dat de problemen heeft veroorzaakt, is niet in staat om het probleem op te lossen. Ik moest dan toch gelijk denken aan de formatie op dit moment. En dat dezelfde partijen zelfs, dus niet alleen dezelfde personen, maar ook weer dezelfde partijen toch weer aan het onderhandelen zijn. Baart u dat dan eigenlijk niet gewoon zorgen? Nee, omdat ook als andere partijen daarbij zouden zijn betrokken, dat misschien wel iets zou uitmaken in de richting van het beleid, maar niet in de richting van het functioneren van de overheid, omdat geen van de bestaande partijen een duidelijke visie heeft op het functioneren van de overheid en de betekenis van de democratische rechtsorde. Pieter Omtzigt is een eenmanspartij, maar... Zeker, die zei dat hij het op zijn analyse is ook nog wel iets is aan te merken, maar dat is één van de 150. Juist. Maar van de grote partijen kan je dus niet zeggen. Dus het maakt niet zo schrik. Wat dat betreft maakt het niet zo schrik veel uit wie er onderhandelen. Maar dat geeft tegelijkertijd de ernst van de politiek aan. Maar het betekent ook dat het dus niet is een kwestie van gunnen aan een van de partijen om nu eens over die overheid te gaan nadenken. Want het is een belang van alle partijen. Dus dat is nu weer een... Maar vergt uw ideeën dan niet eigenlijk gewoon een nieuwe generatie aan leiders, politici, die met dit idee aan de slag gaan? Kunnen politici die al zo lang in het systeem zitten dit wel uitvoeren? Kijk, het feit dat... Waarom heb ik dat boekje in 2018 geschreven? Eind 2018. Omdat ik dacht, ik heb het gevoel dat er nu iets aan het veranderen is. En dat dat collectieve geheugen wat ik verzameld heb, waar ik een deel van beheer, dat het misschien nu nuttig zou kunnen zijn. Dus het besef dat het anders moet, is groter dan 10 jaar terug. Dat je daarbij ook een andere generatie nodig hebt, dat ben ik zeer met u eens. Die wat minder vastzit in de bestaande groef. En ik vind het dus interessant om te zien dat in de onderhandelingen er ook een tweede niveau is. Dus naast Mark Rutte en Sigrid Kaag, Sophie Hermans en Rob Jetten. Die ook een stuk jonger zijn, ook gewoon een stuk jonger zijn en die op een andere manier tegen dingen aankijken. En meer in het algemeen vind ik dat als je praat met veel uit de jongere generatie, zoals u hier zit, en misschien iets ouder, dat stemt me altijd optimistisch. Ja, is er iets wat u wil meegeven aan de toekomstige leiders, ambtenaren, advocaten, rechters, politici om Nederland een stukje beter te maken?
Ja, ten eerste om je te realiseren dat je in een gezegend land woont, waar we in ieder geval nog een poging doen om democratische rechtsorde overeind te houden. Dat die democratische rechtsorde geen kreet is, maar een normatief concept, omdat je zonder gedragsregels, wat iets anders is dan je aan de wet houden. Gedragsregels, die samenleving uit elkaar valt en we dan verder van huis zijn dan ooit. En dat de handhaving daarvan en de versterking daarvan een collectieve verantwoordelijkheid is. En dat je dus niet kan zeggen, het spijt me misschien, ik heb er even niks mee te maken. Ze zoeken het maar uit. Maar dat ieder op zijn eigen wijze daar invulling aan moet geven en zegt, er zijn dingen die me niet bevallen. Niet omdat het mij iets oplevert of mij veel kost, maar die me in de samenleving niet bevallen. Misschien zou ik er iets aan moeten doen. Ik denk dat dat een heel mooi einde is voor dit interview. De heer Tjekwin, ik wil u ongelooflijk bedanken. Een warm applaus.